Zoals jullie misschien weten is dat ik bij de Eenmacht Wereldcongres geholpen heb. Daar heb ik foto's van laten zien en even later een filmpje. Maar ik dacht bij mezelf van, waarom die film heb ik ook al verwijderd, die filmpje. Maar ik dacht bij mezelf, waarom maak ik geen geheel, een gehele video daarvan. Met die foto's en die film. Video die ik aan de rand gekregen heb. Dus dat doe ik bij deze. Doe ik tegelijk meteen foto's en filmpjes van de Eenmacht Wereldcongres in één. Heel veel kijkplezier. We hebben nog nodig vanuit MSA, vrijwilliger ook. Het is een hele vrijwilligersclub. Die voor bijna 1000 mensen in Rotterdam zo'n congres geven. Dat is afgelopen woensdag begonnen. Suze die heeft een workshop verzorgd samen met William en Arthur. No one was expecting what she will do. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back. Just walked in and found you, and that's that look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me, go on though. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with your lies? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh. Love, I know I'll be alright, 'cause I've got all my love to give, and I've got all my life to live, and I'll survive. Oh, I will survive. Dance Monkey? Dance Monkey? Yeah. Okay, sure. Thank you. Look at what this guy will do. Thank you.
tijdens de Eenmaal Wereldcongres is er een speciale filmploeg geweest om het te filmen dus. En die is de volgende video hebben tot gemaakt. Dus heel veel kijkplezier. We staan hier in een geweldige Laurenskerk waar normaal gesproken allerlei beroemdheden hun concerten geven. Het is heel bijzonder dat wij nu als de Event Academy hier mogen zijn. We zijn namelijk gevraagd door de IMEC. Dat is een organisatie van mensen die hoogbegaafd zijn. En hoe leuk is het dat wij de mensen die dus niet hoogbegaafd zijn, toch kunnen laten zien dat we heel veel kunnen. Ik ben hier de glazen ophalen bij de tafels van Presto glazen. En ik heb goed aan mijn zin bij de groen. Door vannacht 2 uur werken. We zijn met normaal als alles bij elkaar 50 personen van de groen. Dus elk jaar maak ik mijn outfit aan. En dan kom je overal met de groen. Ik vind het super leuk waarom. Dat ik dit nooit eerder heb gedaan. Het is voor de eerste keer dat ik dat doe, zeg maar. Wij zorgen ervoor dat alles op rolletjes te laten lopen. En dat de mensen met een heel voldaan gevoel naar huis gaan. En dat begint natuurlijk met het eten. Maar ook, hoe gaan wij om met de gasten? Want dat is net zo belangrijk. Wij zorgen ervoor dat de mensen een fantastische avond hebben. En nou ja, ik denk dat ik maar weer aan de slag moet. Want er moet nog wel hoop gebeuren. Oh, nee. Toen zetten ze mijn mijn bij het oud vuil neer. Dat is, nee, hoor. Nee hoor. Nou, nou even ja. Dus, bedankt. Ja, nou, dan staat ik. Hey, wat is dit? Wij zijn in ieder geval met de kerk bezig. En alle stoelen en tafels neerzetten, tafelkleten, de bars neerzetten, de borden, bestek, alles wat er omheen speelt. Ah, dat is gewoon top. Het valt me op dat iedereen elkaar ook echt helpt. Dat ze gewoon ook kijken van, hey, waar is nog hulp nodig? Waar loopt iemand in zijn eentje? En dat iedereen elkaar bijspringt. Ik vind het hartstikke leuk. Omdat we dan toch heel de dag lekker bezig zijn. Om te zorgen dat alles netjes wordt voor vanavond. En ik moet sowieso vanavond buiten staan voor de security. Mensen die niet bevoegd zijn, niet binnenlaten. En mensen die wel bevoegd zijn, wel naar binnen laten. Ik vind het een eer om op zo'n hele grote locatie als deze kerk te mogen zijn. Omdat het toch weer iets unieks is. Ik vind het zo fantastisch om het te gaan doen, dit. Hoe goed we zijn als laag niveau. Om hier in een Lauwenskerk te mogen werken. Voor 800 man. Dus eigenlijk doen we dus van alles en nog wat. Ieder talent is belangrijk. De een die is belangrijk in het geluid. De ander is belangrijk in de horeca. De een die vindt het leuk om te schenken in de horeca. De ander die vindt het leuk om afval op te halen binnen de organisatie of ergens bij een evenement. Dus we hebben heel veel verschillende beroepen binnen de categorie van ons. Ja, voor mij is dat een stukje... ontspanning, maar eigenlijk doen we het ook wel als vrijwilligerswerk dit. En het is ook ontstaan eigenlijk binnen de cliënten en dat maakt het wel weer heel leuk. Ja, sommigen die gaan door als een speer en nou ja, dan morgen dan zijn ze uitgeteld waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Ja, leuk om te zien hoe iedereen ook opbloeit en iedereen gewoon echt helemaal trots is op zichzelf. Ik ben trots op mezelf, zeker trots. En je gaat met een vrolijk gevoel ga je slapen. En
als je wakker wordt, dan denk je, yes, we mogen weer aan het werk. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet hieronder niet te abonneren. En op het belletje klikken. Zie ik bij de volgende video. Tjus. Ik wist het. Ik wist dat ik goed heb gekozen. Hé, wat? Mijn beste vriend.